Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Als jullie denken, waar staat hij nu weer? Ik sta in Pecog Naga. Dat ligt net onder Mantova in Italië. En ik sta op een wasplaats. Want zoals jullie weten heb ik een pesthekel aan een smerige auto. En ik kwam afgelopen zaterdagavond thuis en toen deed bij ons de wasstraat niet. Dus ja, dan moet ik hem hier maar even wassen. Het is nu ondertussen woensdag. Dus ja, ik rij al een paar dagen met een vieze auto rond, dus dat kan natuurlijk niet, hè? Zoals jullie zien, die wielen en zo, het ziet er allemaal niet uit. Dus dat gaan we eerst eens even anders doen. Nou even de auto draaien, want je kan maar aan één kant wassen, dus maar goed, prima, het is lekker rustig hier. Zo, het is gebeurd. Even de tanks nog even afzemen en dan rijd ik er toch weer een beetje netjes bij. Zo word ik vrolijk van. Dan zei ik nat, soort gelijk een douche gehad. Maar goed, je ziet eruit als een beest gelijk. Maar dat geeft niet, want het is toch einde van de dag. Dus ik ga nu naar een restaurant en dan kan ik daar lekker douchen. Dus ik trek even wel een ander shirt aan en dan op naar het restaurant. Dat is nog, wat is dat, een goede 135 kilometer of zo. Dus ik ben trouwens al leeg en ik neem jullie mee met terugladen, laat ik het zo maar zeggen.
trust un poco di là. Sì, ok. Capo. Grazie. Bella caffè. Sì, grazie. Io? Sì. Nee, io olandese. Ah, olandese. Sì. Ho passato francese. Perché tanti francesi loro vengono. Qui? Sì, sì, sì. No, io un altro olandese ancora. Posto. Sì, di là. Ah, posto. Sì, sì. 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 Uno piccolino. Sì. Zo. Bella due olandese qui. Qua olandese, spagnolo, francese. Sì. Romeno, italiano. Qua. Ma ristorante va bene, eh? Sì. Ok. Doccia, mangiare. Eerst even een borreltje voor het eten, dus ik zou zeggen proost. Het ziet er ongekend lekker uit, jongens. Goed, tof. Zo mensen, ik heb lekker gegeten. Zoals jullie zagen. Het zag er echt top uit. Het was ook heerlijk. Ik heb lekker gedoucht. Dus ja, het is nu 9:30. Zitten we lekker in de auto. En ja, ik krijg nog heel vaak de reactie. Wat doe je nou na het eten 's avonds? Nou ja, even een voorbeeldje. In Italië kun je pas om na 7 eten, dus dat is eigenlijk altijd laat. Dus ja, eerder je altijd weer terug bent in de auto, is het altijd al 9:00. Het eten is natuurlijk altijd een beetje wat uitgebreider. Dus ja, vaak is het, ik kijk nog een filmpje en daarna ga ik gewoon lekker slapen. En ik bedoel het helemaal niet verkeerd, hè? Want jullie mogen me vragen wat jullie willen. Dus al komt die vraag 10 keer voorbij, maar ik denk ik zal het nu even een keertje even zo doen. Dat is net zo makkelijk. Dus ja, eigenlijk na het eten is het gewoon een filmpje kijken of gelijk naar bed. Dat ligt er ook een beetje aan hoe laat je uit bed moet. En nou kan ik morgenochtend uitslapen, want ik sta 1 kilometer bij mijn klant vandaan. Dus ja, dat is nogal lekker. En ja, die beginnen toch niet eerder als 8:00. Dus ja, voor nu, ik ga nog even een filmpje kijken en tot morgen. Goedemorgen. Nou, het is 9:15 nu. Ik was hier om 8:00. Het was natuurlijk maar een kilometer rijden of zo vanaf het restaurant. En ik sta nu te laden. En dit is bij een bedrijf, zeg maar, daar mag je weer niet naar binnen. Daar ben ik nooit zo heel gelukkig mee, zeg maar. Want ik wil eigenlijk graag altijd weten hoe en wat het erin gezet wordt. Maar goed, ja, dat is niet anders. Zeker in deze tijd met de corona, zeg maar, mag je gewoon... Bij steeds meer bedrijven mag je niet meer naar binnen, dus het wordt er soms niet makkelijker op. Maar goed, we gaan afwachten hoe lang het duurt. Nou, ik ben geladen. Het is ondertussen 9:30, dus het ging niet heel vlot. Ik heb daar zo'n i7 pallets geladen, dus ja, het kan sneller, laat ik het zo maar zeggen. 1,5 uur. Maar goed, vooruit. Ik ga nu naar de volgende en dat is in Casteggio. Dat is een kilometer of 30 verderop. Dus op zich, ja, prima. Er zit weinig gang in vandaag, jongens. Ik sta hier nu ook alweer ruim 1 uur en ik moet hier 10 pallets laden en ik heb er nu 3 in staan. En de rommel is eigenlijk een soort niet klaar. Dus er zijn met man en macht pallets aan het opstapelen en weet ik wat ze allemaal aan het doen zijn. Dus het schiet niet erg op. Nou, het is niet anders. We gaan het wel zien hoe lang het duurt. Nou, jawel, na 2,5 uur... ben ik geladen, dus
is nu 12:30. Het valt me nog niet helemaal tegen als ik eerlijk ben. Want ik was al bang dat ik tussen de middag zou komen te staan. En dan sta je nog 2 uur. Ja, dan doe ik helemaal niks meer vandaag. Want naar de volgende is 170 kilometer. Dus ik kom niet vol vandaag. Dat gaat hem niet worden. Maar ja goed, morgen weer een dag. Het is niet anders. We gaan weer verder. We zijn er bijna, dus ik hoop eigenlijk dat het eens een keer wat sneller gaat als de rest van de dag. Dan, ja, ik moet er hier nou nog eentje laden. Eigenlijk waren het er nog 2, maar er is er eentje afgevallen. Dus ja, dat komt misschien vandaag nog vol. Dat zou op zich niet verkeerd zijn. Maar goed, eerst maar eens afwachten hoe het hier gaat. Hier moet het zijn. Nee. Die is onder ingang. Onder ingang, mensen. Maar goed, ik ga maar even aanmelden. Ik ben hier ook nog nooit geweest, dus nou, slagboom gaan open, dat gaat prima. Geen idee waar we ons eigen moeten melden, maar dat zien we wel. Hier gaat beter jongens, binnen 5 minuten de klep erin, dat gaat top. Bij zaakje dit. 12:30. Zo kunnen we wel een paar hebben op een dag. Een beetje een rotheuveltje, maar het gaat. Maar nou kan het wel eens goed uitpakken jongens, dat de laatste nog laaide dag. Het zal niet verkeerd zijn. Nou, dit gaat goed mensen. Even op straat laaien, prima. Maar ik laai hem in ieder geval nog wel vandaag. Allee, wil je uno uno of wil je così due insieme? No, totale pesante.
Una cola, una cassa. Una casa 300 kg. 300 kg? Sì. Solo va bene doppio. Va bene doppio? Sì, sì. Allora. Ah, 1-1? Sì. Okay. Lui è il mio ultimo cliente solo. Vado. A posto. Perfetto. Finito, eh? Sì. Ti ha detto tre, vero? Erano tre, vero? Sì, sì, una, due, tre. Ok, a posto. Grazie mille, eh? Firmato, no? Sì, documenti finito. Okay. Grazie. Nou, dat was makkelijk, die man die schoof hem gewoon door. Dat is goud. Nou, jullie zien het wel, hè? Er staat muurvast rond de spits in Milaan. Maar het is ondertussen 6:50. Ik ben nou toch al een uur en een kwartier bezig of zo, jongens. Dat schiet niet op. Maar ja, goed. Het is niet anders. Het is eigenlijk bijna altijd hetzelfde. Dat is nou helemaal zo. Ik ben nu dus op Como en ja, hier maken we altijd document, dus dat ga ik nu even doen. En dan blijf ik gelijk hier staan en dan ga ik hier vanavond eten. Dus nou ja, maar het kan nog, document maken, dat kan geloof ik tot 8 uur of tot 9 uur. Dus dan hebben we dat maar vast gehad, hoeven we dat morgen weer niet te doen. Ciao. Scusa. Nou, ik sta nu even buiten te wachten. Dat blauwe formulier wat ik net invulde, dat is eigenlijk een loopbriefje bij de douane. Ik kan het natuurlijk morgen niet laten zien bij de douane, hoe dat het gaat, omdat ik dat niet mag filmen. Maar nu zijn ze eigenlijk een document aan het opmaken voor Zwitserland. Dus ja, hier doen we dat. Het meestal duurt 20 minuutjes en dan is het klaar. Nou, documentje binnen, dus huppatee. Ook weer klaar en op het restaurant zo. Goedemorgen. Het is vrijdagmorgen, het is 7:45.
En ik heb net even lekker gedoucht. En nou ja, gisteravond hebben we natuurlijk al document gemaakt. Dus ik ga nu naar de grens. Ik rij vandaag maar een uurtje of 9. Dus ik hoef ook lekker niet zo vroeg te beginnen. Dat heb ook geen zin. Dus prima. Nou, we zijn nu dus op het douanetrein in Chiasso. En ja, ik kan jullie natuurlijk niet laten zien, de douanebeambte die het document afstempelen. Dat kan ik gewoon niet laten zien. Want ik mag hun niet filmen. Ik ga hier ook mijn document af laten stempelen. En dan gaan we de grens over. Ik heb hier even een tolbriefje gemaakt. En mijn document laten stempelen. En nu kunnen we de grens over. Dus dan moet ik zo meteen nog één hokje en dat is daar. Ja, ik kan die man natuurlijk niet filmen, dus ik laat het even zo zien. En dan zijn we de grens over. Dat is het. Ja, een kilometerbriefje ziet er zo uit. Kan ik wel even laten zien. Er staat toch niks spannends op of zo. En een document ziet er zo uit. Nou, het stempeltje zie je dan rechts. Dat is het eigenlijk. Zoals jullie zien is het weer aan de andere kant van de grottentunnel weer heel anders. Dat is heel vaak. Dus aan de ene kant was het wat grauwer vandaag en nu hier is het weer prachtig mooi weer.
Hallo. Binnen, Sjeun. Dank u. Hoi, midden Sjeun. Nou, dat was de grens aan Rijnvelde. Dat is meestal zo gebeurd. Nog geen 5 minuten. Dus ja, prima. Nu rijd ik nog 10 minuten en dan ga ik zo eens pauze maken. Dan kan al precies 4,5 uur vanaf Como. Dus dat komt helemaal goed uit.
Nou mensen, kijk eens wie daar staat. De koning van de frituur, Beauty Case. Goedenavond. Kees met zijn eigen mayo, hè? Goedemorgen dames en heren. Het is zaterdagmorgen 5 uur en ja, we gaan maar weer wat doen. En Casey is ook wakker. En Casey zit nou vrolijke foto te maken. Zaterdagmorgen 11 uur en ja, wij gaan lekker weekend houden. Ik hoop dat jullie het allemaal weer leuk vonden en tot de volgende keer. Hoi hoi! Hatje! Goed weekend! Ja.